Hoi iedereen, leuk je weer kijkt naar All These Games. Vandaag ga ik verder met The Sims 4. Haley is net haar bed uit, het is 6:30 ochtends en ze zit even lekker haar tosti te eten. En ze voelt zich ongemakkelijk door de ochtendmisselijkheid. Ja, dat heb je nou eenmaal als je zwanger bent. Zo is het leven. We gaan eventjes Bart wakker maken. Die moet even naar de wc, zie ik. En daarna gaat hij ook even lekker wat eten. Zijn alledaagse outfit doen we daarna even aan. Is zijn alledaagse outfit eigenlijk leuk? Anders kunnen we die ook nog wel aanpassen. Volgens mij was die best wel leuk op zich, toch? Nou, kleedje om. Ja, je handen wassen, dat zal allemaal wel. Oh, die is wel leuk, joh. Hoef niks meer aan doen. Even kijken, openen. Dan gaan wij een roerei eten. Een portie pakken, hupsakee. Hoe ver is Haley met haar eten? Oh, ze is al bijna klaar, oké. Nou, doet zij ook even de alledaagse kleding aan. En dan zijn we ready to go. Trouwens, er komen dus geen geesten in de Sims 4, kwam ik achter. Want Audrey komt nooit uit haar graf. Dus geest naar het hier naar Miles laten gaan. Oh, dan gaat haar graf volgens mij weg. Nee, dat moeten we niet doen. Zullen we gaan rouwen om haar? Dat hebben we nog nooit gedaan. Want Haley kent Audrey natuurlijk helemaal niet. Maar we kunnen er best wel eventjes een keer bij stilstaan en om rouwen. Ik bedoel, ze heeft hier wel gewoond. Ach, ja, het is een zwaar verlies. Audrey Aniston. Maar ja, we hebben nu Haley. En Haley is zwanger, dus dat is allemaal hartstikke leuk. Oh, dit is kapot, zie ik. Nou, dat vind ik wel voor Bart om dat te fixen. Heeft hij een vaardigheidsreparatie dingetje? Nee. Oké, nou, dan kan hij dat gelijk even doen. Oké, repareren. We gaan niet de rijke tata uithangen en het vervangen. We gaan het gewoon lekker repareren. Oh, hoe lang gaat ze hier om rouwen? Oké, ze is bijna klaar. Oké, blijkbaar is ze nu klaar. Oh, de buik groeide een beetje. Zagen jullie dat? Hij werd ineens een stukje groter. Ik zag het live in mijn ogen gebeuren. Het zag er heel grappig uit. Wanneer bevallen we eigenlijk? De laatste 3 maanden over 24 uur. Oké, dus over 24 uur dan gaan we de laatste 3 maanden in. Net een dag of zo zijn we zwanger. Maar daar gaat het helemaal niet om. We gaan eventjes... nou ja, dan toch maar de game spelen. Sims voor altijd. Hupsakee, ga lekker even gamen. Wat voelt ze zich? Voelt ze zich nou somber? Een sim gedenken die heen is gegaan. Het leven is te kort, verlengd in het optiemenu. Oh, pff. Echt zo. Ik dacht, er komt nu een hele mooie tekst. Het leven is te kort. Maar in je hart gaat het door. Ik dacht dat er zoiets of zo kwam. Maar nee, verlengd in het optiemenu. Wauw. GG Sims. Anyway. Oh, Bart heeft het gerepareerd. Nice. Dan mag hij hem gelijk aanzetten. Pop. Popmuziek. En dan gaan we er naar luisteren. Naar pop luisteren. Oké. Nee, dat is ook weer niet. Dat wou ik ook weer niet doen. Zullen we iets leuks gaan doen met Bart? Zullen we even nieuwe mensen of zo gaan leren kennen? Want we kennen niet heel veel mensen. Nou ja, oké. Ja, op zich ook weer wel. We gaan gewoon iets leuks doen met Bart. Wat gaat hij nou weer doen? Oh, hij wil gaan dansen. Oh, twerk that ass! Twerk that ass! Altijd die ass, hè? Altijd twerken. Oké, we gaan even lekker reizen. Met Bart eventjes kijken waar we heen gaan. We gaan niet naar de sportschool, want hij is al veel te breed en te gespierd. Dus we gaan lekker even iets anders doen. Museum, bibliotheek. Nee, we gaan naar het park. Gaan we daarheen met Haley of laten we Haley thuis? We laten Haley thuis. Zullen we nog iemand meenemen of zo? Nick, I don't know. Gaan we nieuwe vrienden maken? Nee, we gaan nieuwe vrienden maken. Nou, we zijn in Magnolia Bloesem. En Bart gaat ineens push-ups doen. Hij is echt een sportfanaat, joh. Hij gaat gewoon in zichzelf push-ups doen. Weet je wat wij gaan doen? Allemaal oude mensen hier te schaken. Wij gaan eventjes lekker, even lekker schaken. Oh, het speelbord is helemaal omgegooid. Nou, we gaan even lekker een potje schaken. Dat is weer wat anders dan sport. Even lekker ons inzicht verbeteren. Oh, kijk, nou, er komt een leuke dame bij ons zitten. Hallo, leuke dame. Wie ben jij? Vraag om te schaken. Kom maar mee, doe maar mee. Wie is het? Isabel van Gent. Nou, Isabel, doe jij even lekker mee een potje schaken. Kijken of ze dat kan, hoor. Ja, dat is zeker een moeilijke zet. Oh. Wie is aan het winnen? Isabel is voor mij aan het winnen. Oh, er verschijnt ineens een pion. Oh, en het bord is weer veranderd. Nou ja, maar niet uit. We zitten even lekker te schaken. Wat wilt hij allemaal doen? Dansen op muziek uit de stereo. Naar niveau stijgen binnen de schildervaardigheid. Trainingtips onderzoeken. Nou, trainingtips heb jij denk ik niet nodig, want je kan al zo goed trainen. Of tenminste, dan neem ik aan, want kijk hoe breed die is. Zijn er nog leuke mensen waarmee om kunnen gaan?
Oh, gaan we wegrennen? Wat gaat hij nou doen? Weggooien? Wat gaan we weggooien? Hij wilde iets weggooien, maar ik weet niet wat... Oh, dit park is trouwens wel groot. Kijk, een zwerver! Een zwerver! Oh, dit zei ik echt heel hard. Zal het echt een zwerver zijn? Marco de Graaf. Ik weet niet of het een zwerver is. Prullenbak is omgegooid. Wat een gekkigheid, joh. Ja, die moet je... Oh, kijk wat een goede jongen. Hij gaat gewoon heel de prullenbak eventjes om wegzetten. Kijk wat een goede jongen. Hij gaat het gewoon opruimen. Oké, wat zijn dit? Kan je dit plukken? Wilde aardbeienstruik. Oogsten. Dan kom je ook nog een aardbeien plukken. Misschien zijn ze wel lekker. Dadelijk zijn ze giftig. Oh, we hebben gelijk een tuiniervaardigheid. Alleen omdat we aardbeien plukken. Nou. Oh, we hebben het al gedaan. Oh, oké. Hebben we het nu in ons inventaris? Oh ja. Aardbeien. Oh, we kunnen ze planten. Ik dacht we kunnen ze eten, maar dat kan niet. Nee, ik wil helemaal niet kletsen met iemand. Oh, iemand is hier verdrietig. Oké, daar gaan we mee praten. Aardige introductie. Bart Koning. Oh, hij heet ook Bart. Bart en Bart kennen elkaar nog niet. Wauw. Nou ja. Gaan we eventjes hem opvrolijken. Leren kennen. Iets van opvrolijk of zo is die optie er. Vraag hoe dag was. Bart heeft de volgende eigenschap van Bart ontdekt. Ambitieus. Nou, dat is altijd goed om ambitieus te zijn. Roddelen. Oh, hij is alweer blij. Nou kijk, we hebben hem nu al blij gemaakt. Dat doen we snel. Interesses bespreken. Houten cuisine bespreken. Kunnen we ook wel doen. Niet houten couture, maar houten cuisine. Fitnesstechnieken bespreken. Ik weet niet of die ook een fitnesser is, maar dat maakt mij niet uit. Ik ga het gewoon fitnesstechnieken bespreken. Oh, hij vindt het wel leuk. Oh, hij is actief. Oh, dus hij is ook een beetje van de fitness. Leuk. Eventjes opfleuren. Zo, wat aardig vind ik dat. Oh, nou dan loop je toch weg, joh. Ik kan niet eens meer praten. Wat ligt hier nou weer? Wat is dit? Graven. Jongens, we gaan hier even graven. Ik weet niet wat het is. Kunnen we überhaupt de berg op? Oh ja, dat kan. Oh, hij gaat al graven. Nu gaan we het twee keer doen. Oh, dit is toch niet graven? Dit is mijnen, joh. We gaan gewoon helemaal mijnen. Oh, wat hebben we nou? Oké, hij is blij. Bart heeft een capsule opgegraven. Wat kan daar nou in zitten? Nou, Bart, ik heb geen idee. Nou, we gaan onze inventaris kijken. Geheimzinnige tijdcapsule. Openmaken. 1 Elmira-klamp zit erin. Oh, dat is dit, toch? Nee, is dit. Zeldzaamheid gewoon. Oh, het is een trofee of zo. Nou, wat leuk. We hebben zomaar iets gevonden. Oh, kijk, hier zit nog zo'n dingetje, joh. Nou, dan gaan we hier ook even graven. Ik wist helemaal niet dat dit er was. Ik dacht het park is echt super klein, maar het is best nog wel groot. Wat leuk. Nou, dit lijkt me een soort bot of zo. De andere dacht ik echt dat er diamonds of zo zaten. Diamonds, ik zeg echt diamonds. Diamanten. En we hebben weer wat gevonden. Fossiele steen. Fossiel extraheren. 1 hilarisch kleine T-Rex voorpoot. Oh, dat is nog best wel veel waard, denk ik. Oh, nee, toch niet. Wie is dit? Komt deze vrouw naar ons toe? Cora van de Kerkhof? Oké. Okay. Vraag hoe dag was. Nou. Oké. Is er nog zo'n dingetje of zo? Wat is dit? Naar kikkers zoeken. Waarom kikkers? Waarom zou je naar kikkers gaan zoeken? Eeuw, hij gaat er echt zo in graven. Bart heeft iets gevonden. 1 bladkikker. Nou jongens, we hebben een bladkikker. Ik weet niet wat we daarmee moeten, maar dat maakt me niet uit. Oh, hier glinstert iets. Wilde leeuwenbekbloem. Oogsten. Die wil ik wel meenemen. Die wil ik wel in mijn huiskamer zetten. Ik weet niet wat het is. Nou, Bart gaat oogsten. Oh, dus we gaan niet heel de plant meenemen. Leeuwenbek. Een verzameling klein kleurrijke bloesems. Oké. Okay. En we hebben een bladkikker. Nou jongens, ik kan niet meer praten. We vinden nog eens wat hier. In de Magnolia Bloesem. Oh, daarom heet het ook Bloesem. Allemaal plantjes en zo. En we hebben een zandkikker. Nou, we hebben een bladkikker. We hebben een zandkikker. We gaan gewoon allemaal kikkers zoeken, joh. En we gaan weer diamonds hakken. Of tenminste, dat vind ik. Ik vind dat diamonds lijken. Hé, dat is onze vriend. Dat is toch Nick? Of zo? Nick Gerritsen. Ja, hier. Vraag hoe dag was. Even kijken hoor, we hadden weer iets. Geheimzinnige tijdcapsule. Nee, niet in de wereld plaatsen. Openmaken.
Hey, Lindsay. Wat is nou weer een Lindsay? Even kijken. Oh, dat is een poppetje. Nou, dan kunnen we dadelijk misschien in huis ergens wel neerzetten of zo. Samen een foto gaan. Ik zag ook iets van dat je iets van kon oefenen om te vechten of zo. Dat wil ik wel eens proberen. Gevechten oefenen, dat. We gaan eerst een selfie maken. Hashtag selfie. Oké, we hebben een selfie. En nu wil ik... Oh! Heel gevecht, jongens. Heel gevecht. Oh, we hebben hem wel dik verslagen. Is hij nu boos op ons? Nee, toch? Sorry, jongen. Sorry als ik je pijn heb gedaan. Ik geef je wel even een knuffel. Nee, maar oké, dat was blijkbaar een gevecht oefenen of zo. Hebben we ook gelijk weer gezien hoe een gevecht eruit ziet. Want we hebben nog nooit een gevecht meegemaakt in de Sims. Dus hebben we dat ook weer gedaan. Nou, omhels die jongen. Dan kunnen we naar huis, want ik wil weer naar huis. Dan wil ik afscheid nemen. Ik zag het hier. Afscheid nemen. Oh. Oké, doei. Nou, we gaan lekker naar huis. We voelen ons prima. Dat is mooi. Wat is dit? Hoort dit ook nog bij het park? Oh, dit hoort ook allemaal nog bij het park, joh. Best nogal groot. Op zich, hier ligt weer zo'n diamond dingetje. Maar ik hoef het nu even niet meer. Ik heb het nou al gezien. We gaan weer naar huis. Nou, we zijn weer thuis, hoor. En we gaan gelijk even schilderen. Want dat wil hij al heel de tijd. Hij wil de niveau stijgen. Een normaal klassiek schilderij gaan we maken. Zij voelt zich ongemakkelijk door een vieze omgeving. Nou, dan ruimen we het toch even op. Zo. Vuilnisbak. Nee, wat is er dan vies? Oh, hier ligt vuilnis op de grond. Nou, weggooien. Dan ben je er klaar mee, hè. Trouwens, ik moet nog steeds een huis zoeken voor het kind. Of nou ja, een huis zoeken waar dat het kind ook bij ons kan wonen. Dat heb ik nog niet gevonden. Moet ik nog even naar kijken, maar dat komt wel goed. Komt allemaal hartstikke goed. Wij gaan even lekker tv kijken naar de kookzender. En we zetten dit dan even uit, anders horen we heel de tv niet. En Bart is even lekker aan het schilderen. Ik ben benieuwd wat hij ervan gaat maken. Oh, 5 uur lang schilderen. Nou, we hebben al 1 uur van de 5 uur voltooid volgens mij. En we hebben bijna een niveauvaardigheid omhoog. Bart kan nu kleurentheorie met andere Sims bespreken. Nou, leuk. Nice, wat gaat zij nou weer doen? Oh! Lekker kotsen. Nou, dat is niet echt lekker, maar oké. Dat was niet zo lekker. Maar ja, dat moet ook gebeuren. Hey, ik sta voor de deur. Wat leuk. Dan gaan we groot nieuws bekendmaken. Benieuwd wat ik ervan vind. Van dat ze zwanger is. Bo voelt zich geïnspireerd. Nou, ik voel me vandaag geïnspireerd, jongens. Just that you know. Oh, ik ga ook even aan de baby voelen. Hé, we hebben hetzelfde broekje aan en hetzelfde shirt. Wat toevallig. Ik vind het gewoon een heel leuke combinatie, dus daarom. Opfleuren. Ik weet niet waarom, maar diepgaand gesprek. Bewondering uitdrukken. Omhelzen. Zo. Bo is net goede vrienden geworden met Haley. Nou jongens, zijn goede vrienden. Is dat even leuk? Wat plezant. Kijk hoor. Oprecht compliment geven. En wat is hij aan het doen? Oh, je moet even naar de wc, jongen. De wc komt allemaal gore lucht uit. Gadverdamme. Ziet er ook echt heel vies uit. Nou, maak het even lekker schoon. Ben je er klaar mee? Gebruiken en dan eventjes gaan douchen. Sims moeten eigenlijk best weinig douchen. Want ze zijn best wel vaak schoon eigenlijk. Dat valt me op. Ik weet niet waarom me dat opvalt, maar dat valt me op. Oh nee, we gaan niet koken. We gaan eventjes de koelkast openen. En dan gaan wij tuinsalade pakken. Die is nog steeds van Audrey, hè, die tuinsalade volgens mij. Hier moet je kijken. Tuinsalade gemaakt door Audrey. 6 dagen tot het bederf. Nou, die is wel heel lang goed. Ook wel 6 dagen, 7 dagen, of 17 uur. Oké, maar die tuinsalade die blijft echt lang goed. Holy shit. Nou ja, dat is alleen maar goed voor ons. Kleurentheorie bespreken in het museum. Waarom moet dat helemaal daar? Ik heb dus echt geen zin om naar het museum te gaan. Nou ja, oké. Oh, ik denk ik ga even hier lekker achter de computer zitten. YOLO. Oh, het schilderij is af. Nou gaan we hem een naam geven. Het is een soort water... Hawaii. Ik weet niet waarom ik hierop kom. Ik noem het Hawaii. Kunnen we hem ook nog even inlijsten natuurlijk. Doek inlijsten. Kijk eens aan. Dan kunnen we die ook weer ergens op de muur hangen. Maar voor nu plaats ik hem even in mijn inventaris. Dan zit hij daar goed. Dus, oké. Wat zullen we nog even doen? Artistieke indrukking. Nou, hier kan je nog even je eigen schilderij bewonderen. Dit schilderij bewonderen. Oh, wat is er nou gebeurd? Oh, Haley gaat slapen. Oké, doei Haley.
Kan ik eventjes weg of zo? Vraag om weg te gaan. Want ik zit hier anders wat te kloten. Oh, wacht. We moeten misschien eerst even een aardige introductie doen. Of ik ben al weg. Oh, ik kom denk ik weer terug. Nou, Bo, kom hier. Aardige introductie. Dat kent Bart Bo ook even. Want anders dan, is het ook weer zo anticlimax. Is er steeds hier bij mij thuis en dan kent Bart apart daar helemaal niet. Praat over dromen. Nou, dat vind ik vast wel interessant om te horen. Vriendelijk leren kennen. Bo is een Einzelganger. Nou, dat wisten we al. Nieuw idee beschrijven. En vragen hoe de dag was. En dan gaan we daarna even dit opruimen en dan gaan we slapen. Want we zijn al moe blijkbaar. Ik weet niet waarom, maar we zijn blijkbaar al moe. Oh, nee, die gelijk gaat slapen. We gingen eerst opruimen, zei ik toch? Dat moet ook gebeuren in het leven. Hier, weer dat rare kommetje. Dat kommetje is het gewoon, jongens. Dat, op een of andere manier, dat kommetje, dat kan niet schoon worden. Of dat willen ze niet tegelijk pakken. Hier, daar gaat hij weer. Nou, ruim eerst het kommetje op. Oké, ik weet niet wat het is met het kommetje. Het komt door het kommetje, hoor. Want de borden doen ze wel. Nou, kijken of we het kommetje nu kunnen opruimen. Opruimen. Oké, nou, dan laat je er toch lekker een zooitje van. Maakt mij niet uit, ik zit er niet mee. Ga jij nou eens even weg? Oh, ze gaat al weg. Nou, dan gaan wij slapen. En Haley, ga jij ook weer slapen? Oh, waarom voelt ze zich flirterig? Wat ga je doen? Nee, we gaan niet eens random dansen. We gingen slapen, Haley. Doe eens normaal, joh. Wat een gekkigheid. Nou ja, jongens, dit was weer de aflevering voor vandaag. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan steeds. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Bye!